Hallo en goedenavond iedereen. En sorry voor de kleine vertraging. Dit is een iets technischer webinar qua setup dan degene die ik normaal camera's extra zetten om jullie maximaal het gevoel te geven wat er met die tablets gebeurt natuurlijk. Even checken of ik hoorbaar en zichtbaar ben, maar ik hoor al van onze goede vaste moderator René dat het geval is. Dus dat is al goed nieuws. Dus ik ga gewoon even herbeginnen. Dus welkom op dit webinar rond de Pen Display XP Pen, de Artist 16 Second Generation. Dat is een beetje de aanleiding voor dit webinar, maar ik wil het iets breder trekken en ik ga het in het algemeen ook wat hebben over pen displays. Camera, dus deze hier, dezelfde, maar dan met zwarte afwerking. Die gaat een van jullie winnen op het einde van het webinar. Goed, ik ga misschien beginnen met een aantal slides. En het is een beetje, zoals ik al zei, complex met de verschillende camerahoeken en standpunten. En wat weet ik allemaal. Dus de kans is vrij reëel dat ik mij af en toe ga vergissen. Maar goed, we gaan proberen het tot een minimum te beperken. Dus ik ga even naar mijn slides gaan. Voilà. En dan moet ik hier dit terug doen. Oké. Goed. Dus laat ons even een paar praktische slides doen. Dus sowieso het webinar wordt opgenomen. Ik check even. Dat is inderdaad aan de gang. Je ontvangt in de loop van volgende week wellicht een replay link. Maar natuurlijk, jullie weten dat als je wil kans maken op die Artist 16 Second Generation, dan moet je blijven kijken tot het bittere einde. Ik ga proberen het niet te lang te maken, maar you know how I get sometimes. We zien wel waar we uitkomen. Oké, een paar praktische vragen voordat we van start gaan. Zijn jullie al ingeschreven voor het Luminar Neo webinar van volgende week maandag? Zo niet, dan ga ik hier even de knop tevoorschijn toveren om je in te schrijven voor het Luminar Neo webinar. Dan is dat meteen ook gebeurd. Dit is volgende week dinsdag, de 31ste mei. En het is een webinar waar ik een echte kennismaking doe met Neo, gaande van importeren over het bewerken met de nieuwe laatste features en zo. En het is een webinar dat gratis is voor wie live kijkt. Dat is de deal. En je zal het achteraf, als je dat wil, als je het wil herbekijken, kunnen aanschaffen. Maar wie live kijkt, kan gratis kijken. Oké, goed. Een tweede vraag is, ook terwijl we even aan het kijken zijn, is: hebben jullie al gestemd voor de cover van mijn nieuwe reisfotografieboek? Dan zo nee. Ik ga ook even deze, en ik ga jullie ook nog even in de pauze de gelegenheid geven, eventueel daarvoor. Maar dus hier is de knop, de link om misschien in de pauze even te stemmen voor de cover van mijn nieuwe reisfotografieboek dat er binnen enkele weken hopelijk zal zijn. Oké, en dan heb ik een vraag voor jullie die relevant is voor dit webinar natuurlijk. Een poll, en ik ga hem er even bij halen. Gebruik je nu al een grafisch tablet? Dus antwoord mij eventjes. De vraag is, en het maakt niet uit, een gewoon grafisch tablet of een pen display zoals deze hier van XP Pen. Gebruik je al een grafisch tablet? Antwoord nee, ik heb er nog geen. Ja, ik heb er één, maar ik gebruik het niet of nog niet. Of antwoord C, ik heb er één en ik gebruik het regelmatig. Ik ben even benieuwd. En dat gaat mij ook wel helpen om het webinar wat te sturen in de richting van de antwoorden natuurlijk. En antwoord gerust, want bedoel, ik zie dat er nog maar de helft van de mensen geantwoord hebben die aan het kijken zijn. En ja, dan weet ik het natuurlijk ook niet. Dus oké, ondertussen vinden jullie de knoppen om te antwoorden. De helft ongeveer geeft in een goed webinar daarvoor. Er is een 30%, een kleine 25% ongeveer, het varieert wat, die er een hebben en het regelmatig gebruiken, dus een kwart. Maar ook niet onbelangrijk, ongeveer 20% van de mensen geeft aan, ik heb er een, maar ik gebruik het niet of ik gebruik het amper. En dat is iets wat ik ook wel vaak ervaar, mensen spreek, dat is dat mensen kopen soms een tablet en in het begin is dat wel wennen. En dan, soms
ga je dan eigenlijk, als die gewenning niet rap genoeg, dan vliegt die tablet ergens in de hoek van een kast om eigenlijk nooit niet meer gebruikt te worden. En dat is echt wel een beetje zonde. Ja? Oké, we gaan nu proberen om een aantal technieken te tonen, ook waar je eigenlijk kan, waar je daar iets kan aan gaan doen. Dus een wat ze bij XP Pen noemen een pen-tablet, dus gewoon een tablet zonder scherm. Of is het een pen-display, een tablet met een ingebouwd scherm? Dat is ook nog even, dat is de laatste vraag vooraleer ik verder ga met mijn slides. Dus als jullie daar nog even kunnen antwoorden, als je een grafisch tablet hebt, welk type is het dan? En tot nu toe, het gros, en dat valt ook te verwachten, het gros van de mensen, 4/5, 80% heeft een pen-tablet zonder scherm. Dus een gewoon klassieke tablet. En dan 1/5 van de mensen ongeveer heeft een pen-display. Dus met een ingebouwd scherm. En dat is niet te verwonderen, want pen-displays die zijn eigenlijk nog maar vrij recent een beetje betaalbaar geworden. En dat is ook de reden waarom ik dit webinar wou geven vanavond. Deze Artist 16 second generation van XP Pen kost, zeker met de kortingscode waar ik het straks nog ga over hebben, kost minder dan €300. Dat is eigenlijk minder dan wat je voor sommige grafische tablets betaalt zonder scherm. Ja? En dat maakt dus dat dat pen tablets versus pen displays in de toekomst gaat verschuiven naar wellicht meer en meer mensen die richting zoiets gaan, omdat de prijzen gevoelig gezakt zijn. En dat is natuurlijk mooi meegenomen. Oké. Goed, allemaal interessant om te weten. Alright, wat ga ik vanavond allemaal proberen te behandelen? Wel, het fundamentele verschil tussen een tablet en een muis of een trackpad. Ja? En dat is ook hetgene waar dat ik merk dat in het begin veel mensen mee struggelen en moeite mee hebben. En eens je dat gewoon bent, dan lukt het wel. Ja? 5 redenen om met een tablet te werken, volgens mij. Ik ga een paar voorbeelden geven in Lightroom en Photoshop. Luminar ga ik nu niet echt doen, maar het principe is hetzelfde. Ik ga, heel kort zal dat zijn, een overzichtje geven van het XP Pen gamma. Vooral eigenlijk wanneer ik het heb over de verschillende. Er is nu ter gelegenheid van Moederdag. Is er een, en ik weet bij God niet waar het in de wereld Moederdag is, maar op de Franse website waar ik mee werk, is het blijkbaar Moederdagkorting. En er zijn een aantal geweldige deals op dit moment. Nog tot, ik dacht, 3 juni. Ja. En dus ik ga aan de hand daarvan even een aantal veel te veel zijn. Want als ik één ding een beetje verwijt aan XP Pen, dan is het dat hun gamma eigenlijk volgens mij te groot is. Ik zou liever hebben dat ze er gewoon 5 of 6 hebben, maar ze hebben er denk ik 30 of zo. Maar er zijn er duidelijk die ik beter vind en interessanter vind dan anderen. Oké, goed. Het grootste verschil, en dat ga ik straks nog even in de praktijk tonen, is wat we noemen absolute versus relatieve positionering. Wanneer je, en misschien moet ik het nu toch eventjes al doen, dan ga ik even switchen hier naar mijn topcamera. Dus het grote verschil is, ik ga even Photoshop erbij halen. Dus met een muis is het eigenlijk zo, als jullie even de muis hier die ik gebruik in de gaten houden. Dus met een muis is het zo, als ik mijn muis nu toevallig hier neerzet op mijn muismat en jullie zien, hier is mijn cursor, dan is dit nu het punt, als ik mijn muis versleep, bijvoorbeeld maar rechts, dan gebeurt dat relatief ten opzichte van dit punt. Maar had ik bijvoorbeeld mijn muis hier neergezet, je ziet, dit punt verandert niet. Dus als ik nu begin te slepen, dan gebeurt dat ter hoogte en relatief ten opzichte van dit punt. Dus bij een muis is er niet direct een verband tussen waar je de muis neerzet en dat is toevallig het punt van waar je begint te werken. Maar dat heeft niks te maken eigenlijk met een plaats op een scherm. Dat is heel toevallig. Ik kan dus dit punt kan overeenstemmen met een plaats van mijn muis, maar ditzelfde punt kan ook hier zijn en hier en hier. Het is gewoon waar je de muis neerzet en begint te werken. Ja? En dat heeft een aantal implicaties. Bijvoorbeeld wanneer je, stel dat dit hier mijn muismat is en je ziet ze in de linkeronderhoek hier. Dus wanneer ik bijvoorbeeld hier mijn muismat neerzet, of mijn muis neerzet, en ik wil bijvoorbeeld een lijn trekken, ja,
dan kan het perfect zijn, zoals hier bijvoorbeeld, zit ik eigenlijk op het einde van mijn muismat, maar mijn lijn zit nog niet op het einde van mijn scherm. En dan krijg je het klassieke fenomeen, zeker ook in Photoshop, en dat is vervelend, dat als je die lijn verder wil trekken, moet je eigenlijk je muismat op, je muis opheffen, terug neerzetten en dan verder tekenen. Met als gevolg dat je daar nooit in één mooie vloeiende rechte beweging kan doen. Dat is het vervelende van het werken met een muis. Dat is wat we noemen relatieve positionering. Je begint te tekenen van waar dat je toevallig die muis neerzet. Ja? Er is dus geen vaste correlatie tussen een punt op het scherm en waar je je muis neerzet. Dat is een gigantisch verschil met een pen. Met een pendisplay of een grafisch tablet. Want daar is het zo dat dit scherm hier, dus het actieve oppervlak van mijn scherm, komt één op één overeen met waar ik mijn pen zet. Als ik mijn pen hier zet bijvoorbeeld, ik weet niet of je het nu ziet, ik ga even mijn muiscursor aanzetten, dan zal je het beter zien. Dus als ik in het midden van mijn scherm ga staan met mijn pen, en eigenlijk is het hangen dat ik doe, dus wanneer ik hier in het midden van mijn scherm sta, dan, ja, dan zit die cursor ook in het midden van mijn scherm. En als ik naar de rechterhoek ga, wel, dan is dat ook de rechterhoek. Ga ik naar de rechteronderhoek, dan is dat waar mijn cursor staat, waar mijn muis staat. Ga ik naar de linkeronderhoek, linkerbovenhoek enzovoort. Dus er is een één-op-één relatie tussen waar mijn penpunt is van mijn pen en wat ik toon, wat ik bedien op het scherm. Dus bijvoorbeeld als ik een menu wil bedienen, dat is ook iets wat wel wat gewenning vraagt. Eigenlijk als ik gewoon wil mijn cursor, mijn pen verplaatsen, mijn cursor wil ergens anders verplaatsen, dan hang ik met die muis eigenlijk een aantal millimeter boven mijn scherm. 2 millimeter of zo. Ik druk niet op mijn scherm, want als ik dat doe, dan teken ik een lijn. Dus ik ga eigenlijk als ik gewoon wil mijn muiscursor verplaatsen, dan doe ik dat door een paar millimeter boven mijn scherm te blijven met de punt van mijn pen. Als ik te ver blijf, zoals hier zit ik nu 5 centimeter, ja, dan voelt het actieve oppervlak de penpunt niet meer en dan gebeurt er niks. Maar zo een paar millimeter tot een centimeter kan ik perfect die muiscursor verplaatsen. Wil ik bijvoorbeeld iets doen met een menu, dan op dat moment, als ik bijvoorbeeld hier in Photoshop zeg maar iets een filter wil draaien. Stel dat ik naar Luminer wil sturen, deze prachtige creatie die ik hier gemaakt heb. En ik wil dus filter Luminer kiezen. Dan op dat moment, dus als ik nu wil een menu kiezen, dan druk ik de penpunt hier neer. En dan kies ik bijvoorbeeld in dit geval Skylum Software. Dus dit druk ik allemaal op het scherm. En ik kies Luminer AI bijvoorbeeld. En als ik nu loslaat, dan gaat Luminer AI opstarten. Ja? Dus eigenlijk waar je met een muis klikt en sleept, dat doe je met zo'n pen, met een tablet, doe je door de penpunt op het actieve oppervlak te drukken. Wanneer je gewoon de cursor wil verplaatsen, dan ga je een paar millimeter boven het actieve oppervlak. Dus dat is eigenlijk al een belangrijke om te weten in het verschil. Maar het is vooral dat verschil tussen absolute en relatieve positionering wat belangrijk is. En ik ga even kijken en een hele leuke site is deze hier, mouseaccuracy.com. Ik wou even checken of ik hem nog kon vinden. Maar als je dus begint met een tablet te werken, met een grafisch tablet, een pendisplay of een grafisch tablet, dan is het om dus die absolute positionering, in het begin is dat echt wel werken en wennen, om dat te leren, ga naar mouseaccuracy.com en je krijgt daar een heel simpel spelletje, is dat eigenlijk, waarmee dat je krijgt allerlei gekleurde bollen. En je moet die gewoon schieten, als het ware. En daarmee leer je eigenlijk, dus gewoon, ik beweeg met de muisknop een paar millimeter, of met de penpunt een paar millimeter boven om te verplaatsen. Wil ik, als het ware, schieten, om het zo te zeggen, of klikken, dan tik ik eventjes met de penpunt op mijn actieve oppervlak van mijn scherm. En dit is een geweldig, onnozel, maar heel efficiënt dingetje, om dus die absolute positionering, het feit dat er een één-op-één relatie is tussen je penpunt en het scherm, om dat in te oefenen. Dus onthoud dat gewoon, mouseaccuracy.com. Ja? Ik vind een simpele, maar een leuke. Ja, oké, goed. Even terug naar mijn slides. Goed zo. Oké, goed. Dus dat is het grootste verschil, zoals ik al zei.
Nu, wat zijn voor mij de hoofdredenen? Wel, ten eerste, eens je dat gewoon bent, is het eigenlijk veel natuurlijker om met een pen te werken dan met een muis. Een muis, de Engelsen noemen dat soap on a rope. Het is precies een blok zeep met ook de elegantie en de praktische handelbaarheid van een blok zeep, een natte blok zeep om het zo te zeggen, die aan een touwtje hangt. Nu hebben we draadloze muizen, maar vroeger hing er nog een touw aan. En het is heel moeilijk om daarmee, ja, zeker grafisch iets te gaan doen. Hè. Dus een pen, bedoel, we werken al honderden jaren met pen en papier en vulpennen en stilo's en wat weet ik allemaal. Dit is natuurlijk veel natuurlijker om te werken. Daarmee verband houdend is het ook veel preciezer bij bijvoorbeeld het maken van maskers of het schilderen van maskers of het schilderen gewoon van bepaalde onderdelen in een foto. Veel natuurlijker. Ga ik straks ook wel tonen. Ook niet onbelangrijk voor mij, en ik hamer daar nogal op als ik het heb over verschillende soorten tablets, is de productiviteit. Namelijk, de tablets die ik aanraad, hebben altijd programmeerbare knoppen. Soms hebben ze ook een draairing. In het geval van deze is dat niet. Dat is om een beetje ook de kosten te kunnen minimaliseren. Maar hij heeft wel 10 programmeerbare knoppen. En ik ga straks ook een paar voorbeeldjes geven van hoe die programmeerbare knoppen je workflow kunnen verbeteren. Je kan daar per applicatie bepaalde specifieke sneltoetsen opzetten. En dat is superhandig. Ja, oké. Goed. Drukgevoeligheid, ook niet onbelangrijk. Ga ik straks tonen in Photoshop. En dat brengt ons tot het verschil tussen flow en opacity. En dat is heel handig bij bijvoorbeeld doordrukken en tegenhouden of retoucheren. Ergonomie, ook niet onbelangrijk. Het is ergonomisch beter om en minder gevaar voor een tenniselleboog te krijgen en tendinitis in je spieren als je met een pen werkt versus met een muis. En natuurlijk in het geval van een pen-display zoals deze hier, heb je ook nog eens het feit dat je een extra scherm hebt. En je kan dit op twee manieren instellen. Bij mij staat het nu ingesteld als een mirror, maar je kan evengoed het instellen als een tweede scherm. En dan raad ik je aan om een van de knoppen natuurlijk te gebruiken om te schakelen tussen het ene scherm of het andere scherm dat je wil bedienen met je pen. Ja? Oké, goed. En sowieso, ik gebruik naast die pen-display ook nog altijd wel een muis voor bepaalde dingen, maar het gros van de dingen die ik doe, doe ik wel degelijk met die pen. Oké. Dit gezegd zijnde gaan we eraan beginnen. Wat wil ik allemaal vertellen? Alright, we gaan even beginnen. Ik ga even beginnen met het verschil met die drukgevoeligheid, want dat is natuurlijk wel een belangrijke. Dus ik ga even een nieuwe... Ik ga dit vullen met 50% grijs, of wit liever, met wit, ja. Oké. En laat ons even dus gewoon... Een van de voordelen, zoals ik al zei, van een tablet is dat... Ik ga even de standaardkleuren instellen. Oké. En ik druk op de B van brush. Is gewoon schrijven. Alleen al schrijven. Kijk, als ik hier... Ik ben sowieso niet de man met het mooiste handschrift, maar als ik mijn naam schrijf met een grafisch tablet, dan lukt dat nog enigszins. Als ik hetzelfde moet doen met mijn muis, ja, dan mijn... Zoontje, die kon zelfs als hij 4 jaar was, kon hij al beter zijn naam schrijven. Zie je? Grafisch tablet, muis. Dus alleen al dat zal voor sommigen misschien een argument zijn van tja, ja, geen slecht idee om er zo'n tablet bij te halen. Ik ga straks nog even tonen wat je daar eventueel mee kan doen naar watermerken toe, maar dat is voor straks. Oké, nu even. Je hebt in Photoshop, en het is eigenlijk vooral in Photoshop dat ik dit soort van dingen vooral gebruik, want jullie weten, in Lightroom brush ik eigenlijk niet zo vaak, maar ik ga straks een voorbeeldje geven. Heb je eigenlijk een aantal dingetjes hier. We hebben dit hier, deze knop. Deze regelt... Ik ga even mijn pen wat groter maken. Oké. Dus deze knop hier, als ik dus deze niet indruk, 1 keer tekenen gaat eigenlijk gewoon volledig op de volledige breedte. Of ik nu licht druk op die pen, of ik druk hard, ik heb altijd de maximale dikte van mijn penseel. Ik ga even de doezelwaarde wat minder maken, dat jullie het wat beter zien. Dus gewoon hard of zacht duwen, maakt niet uit, altijd even dik. Soms kan er situaties zijn waar je dat eigenlijk niet wil. Bijvoorbeeld als je het effect van een vulpen of vooral een vulpen of een penseel, een echt penseel wil simuleren, dan wil je eigenlijk dat de
pen drukgevoelig is in de dikte. Dus als ik dit icoontje hier aanvink in Photoshop, dan als ik nu, ik ga mijn pen even wat kleiner maken, als ik nu een beetje duw, zie je, dan krijg ik een dunner lijntje. Als ik harder duw, dan krijg ik een dikkere lijn. En dit laat mij dus toe om echt zo, ja, naar het einde toe kan die punt zo wat uitlopen, zoals je ook hebt met een echt penseel eigenlijk, of met een echte vulpen, maar dan in mindere mate. Ja? Dus dat is één belangrijke instelling in Photoshop. Dus deze hier, die regelt of dat de dikte van je pen drukgevoelig is of niet. Ja, voilà. Dan een andere. Ik ga even terug een nieuw blanco canvas maken. Een andere is, dus ik ga deze eventjes weer uitzetten, dat we ze los van elkaar kunnen zien. Dan hebben we deze hier. Deze regelt de dekking. De dichtheid eigenlijk. Als ik dit uitzet, dan één penseelstreek gaat altijd mijn voorgrondkleur maximaal toepassen. Ja? Als ik dat, ongeacht hoe hard of hoe zacht ik duw nu heel zacht, maar ik heb onmiddellijk zwart. Ik duw heel hard, ik heb ook onmiddellijk zwart. Het maakt eigenlijk geen verschil uit. Als ik echter dit hier aanzet, dan wordt mijn penseeldruk gaat bepalen hoe dens, hoe dicht de voorgrondkleur is die ik toepas. Dus als ik nu licht duw, bijvoorbeeld, dan zie je, dan schilder ik niet met zwart, maar met grijs. Als ik harder duw, dan wordt het donkerder grijs. En als ik heel hard duw, dan wordt het zwart. Ook dat kan interessant zijn, bijvoorbeeld bij het doordrukken en het tegenhouden. Dat je bepaalde delen van een foto wil je meer lichter maken dan andere. Met Lightroom of in Photoshop, als je dat met een muis doet, dan kan je dat eigenlijk niet zo goed. Want ja, dan zou je moeten telkens de dekking van of de dichtheid van je voorgrondkleur gaan veranderen. Hier kan je dat gewoon drukgevoelig doen. Een beetje meer, nog wat meer. Ja? Superhandig. Okay. Die twee zijn nu eventueel te combineren. Dus als ik hier deze ook aanzet, dan, je kan al raden wat er dan gaat gebeuren. Als ik licht duw, heb ik lichter grijs en een dunner lijntje. Als ik hard duw, heb ik donkerder grijs en een dikker lijntje. Dat kan je onderling gaan combineren, als je dat wil. Oké, dan heb ik er nog eentje en die werd ook in het geval van als je met een muis schildert, dat is de flow. De flow, wat doet die? De flow, en ik ga even de rest terug uitzetten. De flow regelt eigenlijk hoeveel keer je over en weer moet schilderen eer het effect ook weer toegepast wordt. En flow is te combineren met de opacity, maar ik ga het nu even uitzetten om het effect van flow te isoleren. Als je een flow hebt van 100, dan is één keer schilderen onmiddellijk maximale dekking. Als je een flow hebt van bijvoorbeeld, en heel vaak gebruiken we heel lage waarden, van bijvoorbeeld 5%, als ik dan, ongeacht van hoe hard ik duw, als ik dan één keer schilder, dan ga ik niet het effect volledig toepassen. Ik moet een aantal keer, je ziet het, over en weer schilderen, eer ik gradueel mijn effect ga opbouwen tot het maximum. Dat is dus wat flow doet. En je moet eigenlijk die flow al vrij laag zetten. 1, 2, 3% is geen uitzondering om het effect echt gradueel te hebben. Want als je een flow bijvoorbeeld op, zeg maar iets op 80 of 75% zet, dan zie je bijna niet dat die flow actief is. Dus vandaar dat je vaak ook in Photoshop tutorials gaat horen van, ja, ik heb mijn flow op 5 of op 2 of op 3% gezet. Ja? Oké. Dit kan je ook gebruiken wanneer je aan het doordrukken en tegenhouden bent. Oké. Goed. Het wordt tijd om eens een praktisch voorbeeldje te tonen. Wat ik even ga doen, is een nieuw vierkant bestand maken. Oké. En ik ga een blanco laag toevoegen. En wat ik jullie wil tonen is gewoon hoe je, bijvoorbeeld als je zo'n pen hebt, hoe je dat kan gebruiken om in Lightroom, ik zeg maar iets, je handtekening op je foto's te zetten. Dus ik ga een donkerblauw kiezen als voorgrondkleur. Ja, zoiets. Oké. Ik ga mijn dekking en mijn dikte drukgevoelig maken. Ik heb een blanco laag toegevoegd door op het blanco laag icoontje te klikken. En ik ga gewoon, voilà. Goed, dus ik heb mijn handtekening gemaakt. Nu ga ik dit hier, die achtergrondlaag, uitzetten, zodat ik mijn handtekening op transparantie heb. En nu kan ik dus kiezen File, Export, of bestand exporteren,
opslaan voor web, tussen haakjes verouderd. En hier kan ik een PNG24 bestand van maken. Waarom PNG24? Omdat dat de transparantie ondersteunt. Dus ik ga dat nu opslaan op mijn bureaublad. Ik ga dat hier op mijn desktop, ik ga een nieuwe map maken. 2022-05-23, demo webinar XP Pen mag weg. Dan weet ik dat die later weg mag. En ik noem dat handtekening. Jullie zien, als ik aan het typen ben, ik ben dat zodanig gewoon van die pen eigenlijk altijd vast te hebben, dat ik zelfs type met, ja, eigenlijk met 8 vingers nu ongeveer. Ik leg die pen ook zelden neer. Dus ik ben dit hier aan het opslaan. Oké. Goed, en nu kan ik in Lightroom, dus wat ik eigenlijk wil doen is nu een watermerk maken waar ik die handtekening in kan zetten. Dus ik ga kiezen bestand. Ah nee, het zit dan in het Lightroom menu. Lightroom, watermerken bewerken. Oké, dus ik kies hier om een afbeelding te hebben. En dan kan ik gaan naar waar ik die afbeelding net opgeslagen heb. In deze map hier. Oké, handtekening kiezen. Voilà. En ik zet die waar ik wil. Ik ga nu zeggen dat ik ze rechts onderaan wil hebben. Ja. En bijvoorbeeld de grootte, ik ga ze nu zo, maakt niet uit. Je kan dit helemaal configureren. En wat ik dan doe is hier zeggen, ik wil de huidige instellingen opslaan als een nieuwe voorinstelling. Ik noem dat handtekening blauw. Oké. En je zou datzelfde kunnen doen met een witte handtekening, met een zwarte handtekening, noem maar op. Oké, ik zeg dat ik klaar ben. En dus als ik nu die foto exporteer en ik kies bij mijn watermerken hier dat specifieke watermerk, handtekening blauw, voilà, dan zie je, dan heb ik dat watermerk toegevoegd als een transparante PNG over mijn foto. Dat is maar één van de handigheidjes die je kan doen als je effectief zo'n tablet hebt. Dan kan je dus je handtekening maken en kan je die makkelijk. Je kan natuurlijk ook gewoon je handtekening op papier zetten en daar een foto van maken, maar dat is allemaal wat ingewikkelder. Dit maakt het wat leuker. Oké, goed. Even kijken. Laat me even tonen, bijvoorbeeld nu we toch in Lightroom zitten, wil ik jullie even tonen hoe je dit zou kunnen gebruiken in Lightroom, zo'n pen, hè, om mee te gaan werken. Ik ga even hier. Voilà, zo. Dus je ziet, ik doe dat gewoon allemaal. Ik ben dan nu zodanig gewoon dat ik al die bewerkingen in Lightroom ook gewoon doe met die, met die pen waar ik vroeger normaal een muis zou gebruiken. Ja? En dus een van de dingetjes, bijvoorbeeld waar we dat kunnen gebruiken, is om door te drukken en tegen te houden. Dus ik ga even mijn penseelaanpassing kiezen. En ik wil jullie ook tonen dat, en niet iedereen weet dat, dat deze pennen zijn ook drukgevoelig in Lightroom. Niet zo sterk als in Photoshop, maar als ik bijvoorbeeld mijn belichting, ik ga even mijn belichting op min 4 zetten, en ik druk een klein beetje met mijn pen, zie je, dan heb ik geen min 4. Druk ik harder met die pen, dan heb ik een harder effect. Druk ik heel zachtjes, dan heb ik weer wat minder. Maar het is dus niet zo gevoelig als in Photoshop. Dus daarom dat ik dat ook niet zo vaak gebruik in Lightroom eigenlijk. Goed, ga even de pengrootte wat verkleinen. Ik ben nu mijn klassificatie aan het verlagen. Wacht, oh. Ah nee, tuurlijk, ja, ik heb nog geen penseel actief, dus ik kies penseel. Oké, even wat verkleinen. Ja. En goed, wat ik nu ga doen is dus een beetje doordrukken, dus donkerder maken. Dus ik ga mijn belichting negatief instellen. Hoeveel, dat maakt niet uit. Maar, en ik ga gewoon voorzichtig schilderen aan de zijkant zo. Ik kan altijd dan nog wat aanpassen. Ik ga hier bijvoorbeeld ook de rand van de nek. Ja, voilà, zoiets. Oké, misschien een beetje onder het haar hier. En misschien wil ik ook hier een beetje. En je ziet, ik ben erover aan het schilderen, maar dat is geen probleem. Dat ga ik straks wel gaan oplossen. Ik ga mijn penseel wat kleiner maken. En ik ga hier ook even, ik ga wat inzoomen. Het voordeel in Lightroom, als je inzoomt, je penseel blijft relatief even groot. Dus ik ga hier aan de zijkant van die neus dat wat donkerder maken. Ik ga hier ook wat donkerder maken. Ja, oké. Dat is een beetje te veel, dus ik ga even mijn option-toets indrukken om dat terug weg te gommen. Ik ga ook maar wat licht, ga een nieuw masker maken.
terug een penseel en nu ga ik wat lichter schilderen. Ja? En bijvoorbeeld hier de brug van de neus. Een beetje lichter maken. Hier de tip van de kin een beetje lichter maken. Hier onder de ogen zo. Voilà. Dit is wat te sterk, maar geen probleem. We kunnen dit wat minder sterk instaan natuurlijk. Nu, je hebt misschien gezien, en dat is een trucje wat ik jullie aanraad om te doen. Wanneer ik bezig was met mijn doordrukken hier, heb ik eigenlijk een stukje, als ik mijn masker toon, heb ik ook een stukje over de rand geschilderd. Maar dat is eigenlijk geen probleem, want herinner je, in Lightroom, wat kunnen we nu doen? We kunnen perfect zeggen van, oh, ik wil eigenlijk mijn doordrukken alleen maar op mijn model hebben, niet op de achtergrond. Dus als ik nu mijn option-toets indruk en ik kies doorsneden met een onderwerpselectie, dan gaat mijn doordrukken beperkt worden tot enkel het model. Zie je? En op die manier kan ik perfect een beetje slordiger schilderen zonder dat ik moet daarmee inzitten. Ja? Ik ga ook de sterkte van het effect wat minder doen. Voilà. Maar kijk, dit is dus heel snel gedaan en ik zou het moeten preciezer doen, maar gewoon om jullie een idee te geven met die pen. Dit is voor, dit is na. Dus we hebben duidelijk wat meer dodging en burning in dat gezicht gestoken. Nogmaals, voor, na. We hebben eigenlijk ons licht wat dramatischer gemaakt, wat meer Rembrandt-licht gesimuleerd. Ja? Oké, okay, goed. Dat is een voorbeeldje in Lightroom, zoals ik al zei. Ik ga even naar Photoshop. En dat is ook iets waarvoor ik die pen en dat penseel heel vaak gebruik. Dus in dit geval, wat ik eigenlijk wou doen, dit is ook een foto die ik gebruikt heb in mijn boek 101 tips voor reisfotografie. Dit is gemaakt in, ik denk, Georgië of Armenië, ik wil er vanaf zijn. En ik vond dat heel schattig, dat jongetje, dat zo eigenlijk iedereen is naar de bruid en de bruidegom aan het kijken en dat kind verveelt, het is een huwelijk en dat kind verveelt zich steendood en het wil gewoon naar huis waarschijnlijk. Maar ik wou de scherpte diepte wat verminderen in de foto. Ja? En dat is niet zo evident. Dus ik wil eigenlijk ik wil de scherpte diepte verkleinen. Daarvoor moet ik in eerste instantie een selectie van mijn onderwerp maken. Nu, Photoshop heeft dat. Als we kiezen Select Subject of selecteren onderwerp, dan krijgen we een onderwerpselectie. Maar die is eigenlijk, als je dat bekijkt, die is verre van perfect. Je ziet, hij heeft hier een stuk van de arm, hij heeft dit en dit zo, hier een stuk van het been, dus die is verre van perfect. Ik ga even opschuiven, dat jullie het wat beter zien. Dus hier een stuk van dat been van die vrouw meegenomen. Nu, wat ik heel graag doe in Photoshop om een selectie op te poetsen, is te gaan werken in de Quick Mask modus. Hoe doe je dat? Wel, als je een selectie hebt, je drukt op de Q-toets. En dan zie je de dingen die wel of niet geselecteerd zijn, je kan dat instellen, met een rode overlay weergegeven. Ja? En ik zie hier nu heel goed dus waar ik eigenlijk, als ik nu mijn penseel kies en ik schilder met zwart, dan kan ik perfect op die gebieden eigenlijk gaan uit mijn selectie gaan halen. En ik ga dat ook weer, ik ga hier die, in dit geval wil ik gewoon met 100% dekking schilderen en ook met een flow op 100%. Dus ik zet die al gewoon op maximum. En ook de grootte van mijn penseel hoeft niet echt. Hè. En je zal merken dat dit werd echt wel een pak handiger zo dan dat je dat doet met een muis bijvoorbeeld. Het is veel makkelijker om rond bepaalde dingen te gaan schilderen met een grafisch tablet, of het nu een pendisplay is of een gewone grafisch tablet, dan met een muis. Ja? Wat je hier ziet is dat ik af en toe de spatiebalk liever indruk, omdat de spatiebalk laat mij toe als ik ingezoomd ben, als ik dan klik en sleep. Nu zit die penpunt dus op mijn actieve oppervlak en ik klik en ik sleep, krijg ik het handje om mijn foto te bewegen. Ja, oké, goed. Oké, en dus ik schilder hier in de Quick Mask modus. En je moet het echt, in het begin is dat wel wennen, maar nadien wil je eigenlijk, ja, dit is precies schilderen met een, zoals in de kleuterschool, schilderen met een viltstift. Dat is 1000 keer makkelijker dan dat je dat met een muis zou gaan doen. Ja, hier ook.
En je zou zelfs kunnen, als je dat wil, die drukgevoeligheid van de dikte instellen. En dan kan je bijvoorbeeld wat minder drukken en dan een fijn lijntje tekenen aan de outline. En dan een keer dat je dat gedaan hebt, kan je dikker, harder drukken en dan met een dikker penseel de binnenkant invullen. Dus er zijn wel situaties denkbaar waar dat die drukgevoeligheid voor de dikte van je penseel nuttig kan zijn. Ja? Oké, goed. Hier hebben we een stukje. Zo bijvoorbeeld. Hier, bijvoorbeeld. Als ik hierin wil, dan is het wel handig dat dat penseel eigenlijk drukgevoelig is. Ook dat kan je niet met een muis. Ja? Dus ik druk wat minder hard om in de hoekjes te geraken. En ik druk wat harder om een dikker penseel te hebben om de rest te hebben. Oké, goed. Ik ga even kijken. Even wat uitzoomen. Zijn arm is vergeten, dus dan moet ik even switchen. Met de X-toets switch ik naar wit als voorgrondkleur. En kan ik nu die arm hier erbij halen. Even wat inzoomen. Zo. Dat doe ik ook vaak, dat ik eigenlijk gewoon doelbewust wat te veel schilder. En dan terug switch. Het is makkelijker soms om er een stukje af te halen, dan er een stukje bij te voegen. Dus ik switch terug naar op deze manier. En zo, voilà. Oké, en ik denk dat ik nu ongeveer een goede selectie van onze jongen heb. Oké, voilà. Hier nog zijn haar een beetje. Oké, zoiets. Je zou zelfs bijvoorbeeld kunnen met een heel fijn penseeltje, zo wat. Of dat gebeurt ook soms wel. Daarnet hadden we dat graspenseel, herinner je? Als ik even hier zoek naar... ik heb hem hier nog. Je zou kunnen dit bijvoorbeeld gebruiken om maar ik moet het wat kleiner maken, om een onregelmatig soort van om hier aan de rand van zijn haar, om een beetje het effect te krijgen van, ja, van sprietjes haar die er nog op zijn hoofd zou staan. En voilà. Om een iets wat grilliger uitsnede te hebben, die wat realistischer is. Ja? Oké, goed. Voilà. Ik ga het hierbij laten. Ik wil niet te ver gaan. En het is geen cursus. Beperkte schaduwdiepte simuleren in Photoshop uiteindelijk. Oké. Nu, we zijn er bijna. Maar natuurlijk, als ik nu de achtergrond zou gaan blurren. Ik ga even uit Quick Mask gaan door op de Q-toets te drukken. En ik kies nu selecteren. Ik moet dit nog... Ja, nee. Select, save selection. Ja. Dus ik noem dit jongen. Oké. Goed. Als ik dit zou blurren, gewoon de achtergrond nu gaan blurren, ja, dan gaat die jongen zweven. Dat kan natuurlijk niet. Ik moet ook de voorgrond een soort van scherptediepteverloop gaan doen. Dat doe ik in mijn kanalen. Dus ik heb al de jongen, een mooie selectie van de jongen. Ik ga een nieuw kanaal maken en ik ga mijn verloop kiezen. En ik ga een verloop doen van wit naar zwart. En ik doe ongeveer zoiets. Ik ga de shift-toets ingedrukt houden. Oh, nee, dat doet hier niks. Dat is enkel in Lightroom. Voilà. Zoiets. Ik doe het snel. Hè. Het is geen cursus rond dit specifieke onderwerp. En nu heb ik dus, als ik nu command klik hierop, heb ik de selectie van de jongen. Als ik nu shift command klik op dit hier, dan voeg ik eigenlijk deze selectie toe. En kan ik hier nu een nieuw masker van maken. Een nieuwe selectie. Dus dit is eigenlijk mijn dieptekaart. Dit is mijn dieptekanaal. Oké, goed. En dus nu kan ik, en ik ga voor de veiligheid, ik ga terug mijn RGB-kanaal selecteren, ik ga voor de veiligheid ga ik dit gaan dupliceren. En nu kan ik kiezen filter, blur, vervagen, vage lens, lens blur. Dus lens blur wordt in het Nederlands vertaald door vage lens, vind ik een beetje een gekke vertaling, maar goed, tot daar. En ik zie nu dat ik eigenlijk, ja, mijn masker, ik heb nog een stuk van die arm. Ik ga het nu niet corrigeren, maar dat zou ik natuurlijk moeten doen eigenlijk, hè, voor alle duidelijkheid. Maar bon, het is het principe dat ik wil uitleggen. En hier, mijn source, is nu de jongen. Maar dat is niet goed natuurlijk, hè, want dit
laat hem zweven, dat is niet realistisch. Dus ik moet die source hier zetten op dieptekanaal. En dan zie je dat we wel een fotorealistisch scherptediepteverloop krijgen. Want de achtergrond gaat eigenlijk van scherp over in onscherp. En onze jongen, die natuurlijk loodrecht op die achtergrond staat, die moet helemaal scherp blijven. En dat is eigenlijk hoe je dat kan doen. En ik geef je op een briefje, had ik geen pen en geen tablet gehad, dan had ik dit nooit zo realistisch kunnen doen. Dus dat is een voorbeeldje van een hands-on gebruik van zo'n pen. Oké, even aan het kijken of er vragen zijn. Jan vraagt, hoe zit het met de drukgevoeligheid van de pen in Topaz en Luminar AI? Wel, eerlijk gezegd, ik heb het nog niet zo vaak gebruikt. Zeker niet in Topaz. In Topaz, je kan selecties maken in Topaz, maar ik heb eigenlijk liever van in Topaz niet hun selectiegereedschap te gebruiken, maar van gewoon altijd mijn Topaz-bewerkingen op een nieuwe laag in Photoshop te doen en van dan daar eventueel met een laagmasker dat ik eventueel schilder met mijn pen in Photoshop te gaan doen. Ja? Voor wat betreft Luminar, ik heb het nog te weinig geprobeerd, eerlijk gezegd. Dus ik durf er niet op antwoorden. Ja? Oké, maar ik zou zeggen, als er mensen zijn die er ervaring mee hebben van de tabletgebruikers, wie weet. Oké. Goed, dus dat was eventjes een voorbeeldje van zo'n pendisplay. Oké. Wat ik je even wil tonen is, want ik had het over die praktische instellingen. Dus bijvoorbeeld, een van de leuke dingen is ook, stel dat er bijvoorbeeld, dat ik, wat ik vaak doe, dat is een trucje ook, maar zelfs met een pen is sowieso leuker dan een muis, maar zelfs met een pen, kijk, stel dat ik deze hoorns hier wil selecteren en iets mee wil doen. Ja? Dus heel specifiek, dat is met een muis, ik zou zeggen, begin er maar aan. Ja? Met een pen beter, maar je zal dan merken, ook met een gewone pen, niet met een grafische pen, maar met een gewone pen, dat je hebt altijd een bepaalde richting waar je beter lijnen kan meetrekken dan in een andere richting. In mijn geval, ik kan het best lijnen trekken van linksonder naar rechtsboven. Ja? Bij andere mensen gaat dat misschien zijn van rechtsonder naar linksboven, peu importe, maar bijvoorbeeld deze vorm van een lijn trekken, daar ben ik eigenlijk minder goed in. Gelukkig kan je in Photoshop je canvas roteren. Hoe doe je dat? Wel, je kan daarvoor op de R-toets drukken van roteren en dan zie je dit icoontje. En als ik nu klik en sleep met mijn pen, dan kan ik dit roteren. En dit bijvoorbeeld is een beweging die ik veel beter kan doen. En daarom kan het dus handig zijn om dat effectief, om je canvas, je roteert niet echt je canvas, je roteert gewoon maar je roteert je foto, ik ga het zo zeggen, je roteert je canvas. Dus de foto zelf wordt hier niet veranderd, die wordt niet geroteerd, het is gewoon het canvas. Het is gelijk of dat je op een blad papier zou aan het tekenen zijn en dat je het blad papier draait. Ja? Oké, goed. Ik ga dit ook weer in Quick Mask modus doen. Dus ik druk op mijn B van Brush en de Q van Quick Mask. En ik ga gewoon schilderen. Oeps. En ik ben niet in Quick Mask bezig, denk ik. Nu ben ik in Quick Mask bezig. Oké, goed. Voilà. En ik ga het niet helemaal doen. Ik ga die dekking terug uitzetten in dit geval, de drukgevoeligheid. Ik wil gewoon. Dus je ziet, dit is echt mijn favoriete tekenrichting om lijnen te trekken. Ik ga je straks ook uitleggen hoe ik dit doe. Ik ben hier de grootte van mijn penseel interactief aan het verkleinen. Daar heb ik een sneltoets voor. En opnieuw, ik doe het hier nu snel. Ik zou het in principe nog iets preciezer moeten doen, maar ik wil ook niet een halve webinar bezig zijn met het tekenen van deze vormen hier. Maar dus af en toe verklein ik het penseel. Zoiets. Voilà. En dan hier. Oké. Goed, dan moet ik dan deze kant hier. Dus opnieuw iets met een muis, onbegonnen werk. En hier lukt dat eigenlijk nog vrij aardig. Oké, zo. Zo. Voilà.
En hier. Voilà, zo. Oké, goed. Zo. Heel belangrijk, want daar heb ik zelf lang naar gezocht. Als je canvas nu geroteerd is, hoe krijg je het in godsnaam terug recht? Wel, de truc is gewoon, je kan proberen dat terug naar rechts te roteren, maar dat is onbegonnen werk. Gewoon de escape-toets en dan springt het terug rechts. En voor het, wat ik nu wil doen, is misschien die horns wat lichter maken door een curves aanpassingslaag. En dan... ik moet eerst eventjes, ik zit nog in de Quick Mask modus, ik moet eerst op de Q-toets drukken. Ik heb nu het omgekeerde geselecteerd, ik kies Select Inverse. En nu kan ik op mijn Quick Mask hier drukken en, op mijn Curves Adjustment Layer drukken en kan ik bijvoorbeeld die horns lichter maken. Zie je, dit is voor, dit is na. Een super precieze selectie die ik nooit zou kunnen maken met alleen maar een muis. Alright, goed, dus dat is... een ander voorbeeldje. Ik heb hier nog eentje. Gewoon bijvoorbeeld doordrukken en tegenhouden in Photoshop. Dus dit is een beetje het... degene die de Lightroom portrettretouchecursus gevolgd hebben die slide ook gezien. Dus dit is een beetje het algemene principe van doordrukken en tegenhouden. Waar druk je door? Waar hou je tegen voor portrettretouche? Voorhoofd lichter maken, zijkanten donkerder maken, onder de lip donkerder maken, nek donkerder maken, zijkanten van de neus donkerder maken en dan de brug van de neus lichter maken en de area van de kin lichter maken. Dat zijn zo wat de grote lijnen. Ja? Nu, dit is natuurlijk een schets, maar als we dit effectief in Photoshop even willen doen, ik ga even dit hier uitzetten. Dus een van de manieren om door te drukken en tegen te houden is... dat je werkt met een laag die je vult met 50% grijs. Oké. En dat je de overvloeimodus daarvan zet op zacht licht. En dat je dan schildert met zwart of met wit. Zwart zal donkerder maken wat er onder de laag ligt. Wit zal lichter maken. Maar vooraleer ik dat doe, wil ik eerst eventjes het hebben over het programmeren van deze tablet. Dus als je die tablet installeert, de driver installeert, dan kan je, en bij mij standaard is het de tweede knop van linksonder hier, deze dus, die ervoor zorgt dat je de driver opent. En wat je hier kan doen, is... je kan hier per applicatie, dus in dit geval Photoshop staat hier nu al in het balkje. Als dat niet het geval is, kan je klikken op het plusje. En dan kan je ofwel tussen de open applicaties kiezen wat je wil doen. Of je kan zelfs een gesloten applicatie hier ernaartoe navigeren. Ja? Dus in dit geval, Photoshop stond al open. Okay. En ik kan nu bijvoorbeeld zeggen wat ik wil doen met de... want de pen zelf heeft ook twee knoppen. Alleen één knop is te zeggen die je links en rechts kan instellen. Maar wat ik hier wil doen is de shortcut keys even aanpassen. En je ziet dat standaard staat de eerste, dat is deze hier, op brush. De tweede staat op eraser, maar dat gebruik ik eigenlijk heel weinig, dus daar ga ik iets anders van maken. De derde staat op option, dat gebruik ik ook heel weinig. De vierde staat op space, spatiebalk. Ja, dus dat kan wel een handige zijn. En je ziet er hier nog een aantal. Je hebt bijvoorbeeld command S om op te slaan, dat is de 5. K6 is command Z voor undo. Command plus en command min is de 7 en de 8. Dus bijvoorbeeld, standaard staat het al voor een stuk geprogrammeerd. Kijk, de 7, als ik hierop druk, normaal gezien zou ik dan moeten... maar omdat ik in mijn penseel zat, werkte dat niet. Maar als ik bijvoorbeeld in het move-gereedschap zit, als ik op deze toets druk, dan vergroot die. Als ik op deze toets druk, zoomt die terug uit. Dus je... standaard komen die, zitten er al een aantal functies in, maar je kan dat compleet gaan customizen. Als jij bijvoorbeeld zegt van, goh ja, eigenlijk die eraser, dat gebruik ik niet vaak, maar wat ik wel vaak gebruik, is de sneltoets op Mac, Command, Option, Shift, E. Wat dat doet, is eigenlijk een samengestelde laag maken van alle lagen die je al hebt. En dat is een redelijk lastige om te doen. Ja? Wel, je kan perfect zeggen van, ik ga even hierop klikken om mijn Express keys te openen, om mijn programmeringen te openen. En ik ga voor het zeggen dat in Photoshop, dus in Photoshop, dat ik de 2, dat ik die wil customizen. En ik ga zeggen dat dat een sneltoets moet zijn, een keyboard shortcut. Dus ik doe Command, Option, Shift, E. Op Mac is het Control, Alt, Shift, E.
En dan kan ik hier een customized name aangeven. Bijvoorbeeld, standaard neemt hij de shortcuts die je gebruikt hebt over, maar ik kan hiervan maken bijvoorbeeld samengestelde laag. En ik klik op OK. Goed, wat er nu gaat gebeuren, als ik bijvoorbeeld hier een document heb met veel lagen en ik druk hierop, zie je, dan heeft hij een samengestelde laag gemaakt. Dus in plaats dat ik Command Option Shift E op mijn toetsenbord moet doen, gewoon deze knop. Daarom dat ik ook aanraad om deze knoppen, bijvoorbeeld de E van Eraser, dat is heel makkelijk ook op je toetsenbord ingedrukt. Command Option Shift E is veel complexer. Dus ik raad eigenlijk aan om die 10 sneltoetsen te gebruiken voor wat moeilijkere samengestelde sneltoetsen en niet zomaar een E of zoiets, of zelfs een B van Brush. Ja. Bijvoorbeeld een handige die je hier had, is ja, inderdaad Command Plus en Command Min. Vind ik ook wel handig, maar die zitten er al in. En dus het voordeel van, en dat is een verschil tussen deze hier, de XP Pen Artist, en bijvoorbeeld, ik ga er even deze bijhalen, deze wat de 15.6 Pro is, deze hier heeft deze touchring. En deze touchring kan je, die heeft 2 sneltoetsen minder, maar die heeft die touchring. En die touchring kan je dan gebruiken om, kan je op 4 manieren programmeren. Dus eigenlijk heb je in zekere zin 12 sneltoetsen. Maar wat dat heel handig is, is dat op deze hier moet ik eigenlijk 2 toetsen opofferen om in of uit te kunnen zoomen. 1 toets is geprogrammeerd op Command Plus, de andere is geprogrammeerd op Command Min. Bij deze tablet, dus de 15.6 Pro, en qua prijs verschilt die niet zoveel, kan ik dat koppelen aan 1 van de 4 functies van mijn touchring. En als ik dan de touchring naar links draai bijvoorbeeld, is het uitzoomen. Als ik naar rechts draai, is het inzoomen. Dus ik hou sowieso, heb ik graag knoppen. Als het enigszins kan, heb ik graag knoppen en draaiwielen. Maar ja, zoals ik al zei, om de prijs laag te houden, heeft deze hier. En het formaat kan daardoor ook wat kleiner zijn trouwens, want deze is iets kleiner dan de andere. Alhoewel het scherm zeker zo groot is. Ja, dat is een beetje een keuze die je moet gaan maken. Enfin, ik ga even dit hier terug uitzetten, want ik wou even het doordrukken en tegenhouden tonen. Dus we gaan voor dit hier gaan we onze brush kiezen. En ik ga mijn stroom hier heel laag zetten, ongeveer een 2-3%, ja, zoiets. En we gaan eventjes een zacht penseel kiezen. En ik ga beginnen met door te drukken. Dus ik ga de zijkanten wat doordrukken. Zo. Oké. Ik ga de nek ook en zo de zijkant van de schouders. Zo, een beetje. Door die nek donkerder te maken, komt automatisch het gezicht meer naar voren. Zie je, dit is voor, na. Ik ga de zijkanten van de neus wat donkerder maken. En ik ga ook wat inzoomen. Het is in het begin wel wat muscle memory nodig om te onthouden welke sneltoets wat doet. Oké, goed. Hier de zone rond het haar. Mag ook wat donkerder van mij. Als ik onder de lip wat doordruk, dan komt de lip zelf er ook uit. Hier hetzelfde ook met de punt van de kin. Gaan we ook wat accentueren. Dan ga ik de X-toets indrukken om wit als voorgrondkleur te hebben. En ik ga even de brug van de neus wat accentueren. Ik ga hier de zone onder de ogen nog wat lichter maken. Het voorhoofd. Zo. Ja, het puntje van de kin. Zo, voilà. En kijk, dit is voor, dit is na. Dus je ziet, we hebben wat meer diepte in dat gezicht gestoken. Maar, en dat is een trucje wat ik jullie ook wil leren. Ik heb ook, ik ga het nog wat overdrijven, want ik heb het nog vrij goed gedaan. Maar het zou kunnen dat je bijvoorbeeld door die zijkanten van dat gezicht donkerder te maken, en misschien de oren ook, dat je wat op de achtergrond schildert, zie je, de achtergrond deelt een beetje in de brokken. Herinner je in Lightroom, wat hadden we gedaan? We hadden eigenlijk een doorsnede gedaan met een onderwerpselectie. In Photoshop kan je iets vergelijkbaars doen. Namelijk, wat kan ik doen? Ik kan deze laag hier groeperen met zichzelf. En nu kan ik in die groep, kan ik kiezen select, ik moet wel mijn achtergrondlaag selecteren, en dan kies ik selecteren of select subject. En als ik nu terug mijn groep selecteer
En ik ga aan die groep waar die doordrukkende en tegenhoudende laag in zit, als ik daar nu een laagmasker aan toevoeg, dan ga ik eigenlijk, kijk, dit is het verschil. Dit is voor. Kijk naar bijvoorbeeld hier de zone net naast haar kaak, hier onder haar oog. Dit is voor, dit is na, zie je? Door dat laagmasker te koppelen aan die groep waar de doordrukkende en tegenhoudende laag in zit, snij ik eigenlijk alles wat daar over het gezicht gegaan is, gewoon ervan af. Superhandig. Dus dit is voor, dit is na. Nog een techniekje wat je kan doen als je klaar bent met je doordrukken en tegenhouden, maar niet ervoor. Wat altijd kan helpen, is die doordrukken en tegenhouden laag een beetje... Ik ga even de... Kijk, dit is eigenlijk wat we gedaan hebben, zie je? Dus wat soms kan helpen, als het te duidelijk is, wel, ten eerste, je kan natuurlijk de dekking hiervan minder sterk instellen. Ja? En dan, dat is één ding. Maar wat je ook kan doen, is als je de lijnen te hard ziet, is dat je dit blurt. Je kan gewoon een Gaussian blur toepassen. Alleen dan kan je eigenlijk achteraf, als het te sterk is, niet meer terugkeren. Dus wat ik soms doe, is dit hier eerst converteren voor slimme filters. En dan kan ik kiezen filter, blur, Gaussian blur. En bijvoorbeeld een waarde van rond de 30 of zo. En daardoor is mijn effect een beetje afgedoezeld en wat zachter gemaakt. Ja? Dus een hele leuke. Goed. Jullie hebben mij al een aantal keren het volgende zien doen. Namelijk, ik wou de grootte van mijn penseel veranderen. En daar bestaat... Dus in Photoshop doe je dat normaal met de vierkante haakjes. Maar dat is niet zo evident. Je zou dat kunnen programmeren op die knoppen, maar er bestaat een veel handiger shortcut. Nu, ik moet zeggen, ik ken hem niet van buiten voor Windows, maar ik ken hem wel voor Mac. Voor Mac is het Ctrl-Alt tegelijk indrukken. Als je Ctrl-Alt tegelijk indrukt, op een muis bijvoorbeeld, Ctrl-Alt tegelijk, en je sleept naar links, dan, ik druk Ctrl-Alt in en ik sleep naar links, dan wordt het penseel interactief groter en kleiner. Als ik naar boven sleep, wordt het zachter, naar onder wordt het harder. Dus Ctrl-Alt tegelijk indrukken en naar links of naar rechts slepen is vergroten of verkleinen. Ctrl-Alt indrukken en omhoog of omlaag is harder of zachter maken. Nu, wat een geweldige truc is, ongeacht of je nu een Wacom hebt of een XP Pen of een grafische tablet of een pendisplay, dat is het eerste wat ik altijd programmeer op die knoppen. Ja? Dus hoe doen we dat? Wel, de penknop zelf, dus de pen settings, standaard staat dit op eraser, maar dus je hebt de linker klik van de pen staat op het rechts klikken, als je dat wil. En dat vind ik wel handig. Maar als ik met de penknop rechts klik, dan wil ik eigenlijk die Ctrl-Alt daarop koppelen. En dus maar we selecteren Photoshop, we kiezen dit hier en we gaan dit gaan customizen. En ik ga dus zeggen dat ik mouse control wil, namelijk Option en Control. Dus op Mac, voor alle duidelijkheid, is het Option en Control. Dus ik wil eigenlijk dat, ik heb nu de combinatie van die twee sneltoetsen, van die twee keys eigenlijk op mijn toetsenbord, heb ik nu gekoppeld aan de rechterknop van mijn pen. Zodanig dat als ik nu op die rechterknop druk, ik weet niet of je het goed kan zien, maar als ik hierop druk en ik heb mijn penseel actief, en ik druk en ik sleep, zie je? Dus ik druk en ik sleep met die penpunt op het actieve oppervlak naar links of naar rechts. Maar ik houd dus die penknop zelf, klik ik naar achteren eigenlijk, kan ik interactief de grootte van mijn penseel groter of kleiner maken. Als ik het naar boven doe, maak ik het zachter, dus de hardness gaat naar nul. En ik houd ondertussen nog altijd die penknop, klik ik naar rechts eigenlijk, naar achteren. Hè. Dus maar zo kan je interactief de grootte van je penseel aanpassen. En dat is een geweldige timesaver. Zelfs als je met een muis werkt, kan je dat ook gaan. Ja, dan moet je het gewoon met je toetsenbord doen. Maar met zo'n pen, het eerste wat ik altijd doe bij elke pen die ik configureer, is dus in Photoshop dit hier. Maar je moet dat ook maar doen in Photoshop. Vandaar dat het ook belangrijk is om eerst te zeggen dat je dat in Photoshop wilt doen. Want bijvoorbeeld in Lightroom werkt die sneltoets niet. Dus het heeft geen nut om de rechterklik van je XP Pen daaraan op te offeren, want dat werkt toch niet in Lightroom. Dus je kan in Lightroom beter er iets anders op programmeren. Wat weet ik niet direct, maar misschien, ik zeg maar iets, Command E op Mac of Control E op Windows om een foto naar Photoshop te sturen. Whatever works for you, ja? Oké. Goed, of misschien wil je in Lightroom hierop de Option Key programmeren, zodanig dat als je dit indrukt, deze penknop hier, dat je dan
gumpt in de plaats van te schilderen, want de Option key of Alt op Windows in Lightroom, die gumpt in de plaats van te schilderen. Whatever works, ja. Het is altijd heel moeilijk, want ik krijg er soms een vraag naar van, ja, wat zijn de ideale instellingen voor die shortcuts? Wel, ik zou zeggen, begin eigenlijk met degene die er standaard al in zitten. En oefen die, en verwijder degene die je nooit gebruikt, en vervang die door andere die je wel vaak gebruikt. Zoals bijvoorbeeld een Command-Option-Shift-E, Control-Alt-Shift-E voor die merged copy, vind ik een handige. Maar wat specifiek je moet gebruiken, dat kan ik moeilijk zeggen, want dat hangt er vanaf hoe en wat en waarvoor je Photoshop gebruikt natuurlijk. Ja? Oké, zo. Ik denk dat ik eigenlijk hier min of meer rond ben met wat ik wou vertellen. Ik wou je eigenlijk gewoon nog tonen dat met dat specifieke penseel dat het ook mogelijk is om een aantal karaktereigenschappen van een penseel drukgevoelig te maken. Bijvoorbeeld, wanneer dat je bijvoorbeeld harder drukt, dat je dan met de voorgrondkleur schildert en wanneer je zachter drukt, dat je met de achtergrondkleur schildert. Dat kan bijvoorbeeld belangrijk zijn. Stel dat je een donkerbruin instelt voor voorgrondkleur en een lichter bruin voor achtergrondkleur, dan kan je op die manier door hard versus zacht te drukken, kan je heel natuurlijk haar gaan schilderen. Of een donkergroen versus een lichtgroen, kan je op die manier gras gaan schilderen. En er zijn zo verschillende eigenschappen van penselen, nog meer dan enkel de dikte en de hardheid en de zachtheid, die je op die manier kan aanpassen. Oké, ik ga eerst kijken naar de vragen. Er is een vraag rond Calibra. De eerste vraag van Sonja. Kan de handtekening ook gebruikt worden voor de ondertekening van een PDF-bestand? Ja, ik doe dat soms bijvoorbeeld in Acrobat. Wanneer dat je in Acrobat een bestand moet ondertekenen, dan gebruik ik soms mijn tablet daarvoor om dat te doen. Want met een muis opnieuw lukt dat niet echt goed. Oké. Vraag rond kalibratie. Inderdaad, goede vraag. Ik heb deze tablet ook gekalibreerd met dit hier. Even kijken. Voilà. Dus dit is mijn X-Rite i1 Studio. Dat wordt nu ondertussen niet meer gemaakt, maar dat is de opvolger van de meer geavanceerde versie van de Color Monkey. Maar eigenlijk komt er niet op aan. Om het even welk kalibratietoestel moet je in principe toelaten van zo'n tablet te kalibreren. En dat is ook aan te raden, want ik moet zeggen, toen deze uit de doos kwam, zag die er echt veel te verzadigd uit en ja, veel te contrastrijk. Maar dankzij het kalibreren is mijn kleur nu in orde. Dus je kan ze wel degelijk kalibreren en meer nog, ik raad het aan, zoals ik met elk scherm aanraad om het te kalibreren. Goed, oké. Heeft een pendisplay ook een meerwaarde ten opzichte van een iPad Pro met een pen voor Photoshop en Lightroom? Ik kan daar niet op antwoorden om de eenvoudige reden dat ik zelf geen iPad Pro heb en dat ik die ook niet met Lightroom of met Photoshop gebruik. Ik heb dat vroeger ooit eens geprobeerd met een gewone iPad, maar ik spreek over jaren geleden en toen vond ik dat toch niet echt zo gebruiksvriendelijk. Maar ik weet dat dat ondertussen ook serieus veranderd is, maar misschien dat andere mensen daar meer ervaring in hebben. Oké, vragen rond aansluitingen. Een goede vraag. Dus je kan dit op twee manieren aansluiten. Er zit namelijk, en ik heb hem hier niet onmiddellijk liggen, maar er zit een kabel in de doos die aan de ene kant USB-C is. En aan de andere kant heeft hij drie vertakkingen, en waarvan twee USB-poorten en een HDMI-poort. En als je twee vrije USB, dat zijn USB-A-poorten, hebt, dan kan je daarmee gewoon die tablet poweren. Of als dat niet lukt, dan kan je met één van de USB-poorten richting je computer, dat heb je sowieso dan nodig, maar de andere USB-poort, die koppel je dan aan een lader voor USB en die steek je dan in een stopcontact, ja. En de HDMI gaat natuurlijk in de HDMI-uitgang van je computer. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik doe het zelf zo niet, want ik werk hier gewoon, als je iets of wat recente computer hebt met USB-C poorten, dan lukt het gewoon met één USB-C kabel. Die moet je wel apart bijbestellen, want hij zit niet in de doos. Maar het is geen gewone USB-C kabel, het moet een USB-C kabel zijn die toelaat om ook video door te sturen. Niet alle USB-C-kabels zijn gelijk, maar je kan op de site van XP-Pen kan je wel degelijk zo'n USB-C-kabel erbij bestellen en ik raad dat ook wel aan. En dan kan je gewoon met één kabel, het is super gebruiksvriendelijk, één kabel USB-C in de tablet, één in je computer en je hebt stroom, dataoverdracht, alles werkt met die ene kabel. Dus super gemakkelijk. Oké, goed. Heel de vraag is een Nederlandstalige handleiding, dat weet ik eerlijk gezegd niet, maar
veel is er eigenlijk niet aan handleiding te hebben. Er zitten amper 3 knoppen op, een aan-uitknop en een knop om het scherm lichter of donkerder te maken. En dat is het. En voor de rest, de beste handleiding die je kan hebben, die heb je vanavond gekregen van mij in dit webinar. Dus wat ik daarbij ook nog zou willen zeggen, is dat als er mensen onder jullie zijn, dat vind ik nu ter plekke uit, maar die, we gaan het straks even hebben over de verschillende... Ik ga even naar de site van XP Pen gaan trouwens. Ik ga even switchen. Wie zo'n XP Pen zou kopen. En dus, wat hebben we allemaal? We hebben die Artist 16 Second Generation. Dat is degene die ik net nu besproken heb. Dat is de meest recente. Die kost €340. Maar er is van XP Pen uit sowieso een korting van 10%. Maar ik doe nog beter, want ik heb een speciale kortingscode gekregen. En je ziet ze hier staan, PietND2022. En met die kortingscode heb je zelfs €50 korting. Niet bovenop de moederdagkorting, dat zou te mooi zijn, want het is een nieuw product, maar het is €50 van de 340, dus dan kom je op €290. Dus een tablet onder de €300. Ja? Nu, een misschien nog betere deal, en het hangt er echt vanaf van hoe groot je dit wil hebben. Ik raad sowieso aan om voor een pen-display niet onder de 15,6 of de 16 inch te gaan. XP Pen heeft er van 12 en 13 inch, maar dat wordt echt heel klein om een Photoshop-interface op te zien. Nu, jullie hebben, als jullie mijn andere webinars al gezien hebben, jullie weten, ik heb er hier nog een ander op mijn bureau staan. Dat staat een beetje naar voren geschoven nu, maar dat is de Artist 22R Pro. Vind ik zelf ook een geweldig toestel. En dat staat nu aan een, met die moederdagkorting, aan een superlage prijs voor, van 700 naar 480. Dus dat kan een alternatief zijn als je de plaats ervoor hebt. Dit is... Het heeft 20 sneltoetsen, 2 draaitoetsen, dus het is nog iets gebruiksvriendelijker qua gebruik. Het enige is dat, ik vind dat geen nadeel, maar sommige mensen, weet ik, vinden... de schermresolutie is ook Full HD. Sowieso, op een 16-inch tablet vind ik Full HD geen enkel probleem. Ik vind het ook niet erg, dus dat is 1920 op 1080. Op die 22-inch, het stoort mij niet. Maar er zijn mensen die zeggen van ja, ik heb eigenlijk liever een hogere resolutie als mijn scherm 22-inch is. Zoals ik al zei, mij stoort het niet echt. En zeker niet voor die prijs van €480. Wil je meer resolutie, dan hebben ze nog de 24 Pro. De 24 Pro is een 2 QHD-resolutie, dat is eigenlijk 2560 op 1440. Is geen 4K, maar toch een pak hoger dan Full HD. En die heeft ook een interessante promotie. Daar gaat nu een bijna €300 af, €280 ervan af. Dus dat zijn een beetje de deals van XP Pen op dit moment. Wie een, dus de replay van dit webinar gaat totdat de moederdagactie, dat is dus tot 3 juni, af, sorry, het is tot 29 mei, zie ik net. Dus totdat de deals bij XP Pen afgelopen zijn, ga je de replay kunnen bekijken. Wie een tablet koopt via de links op de blog of in dit webinar en mij zijn aankoopbewijs doormailt, die zal ik, dat is iets extra wat ik nu net beslist heb van te doen, die krijgt van mij ook de opname van dit webinar, zodanig dat je het zolang dat je wil ook kan herbekijken. En ik denk dat je daar meer gaat aan hebben dan aan een Nederlandstalige handleiding. Ik weet niet. Het zou zelfs kunnen dat ze het hebben. Ik ben het type dat niet echt handleidingen leest. Ik denk dat ik genoeg verteld heb hier. Ondertussen zie ik een vraag van Ernst. Ik heb op Marktplaats per ongeluk niet de Pro, maar de voorganger van de Artist. Goh, Ernst, ik zou... Ja, ik vind die knoppen handig. Ja, maar het hangt er een beetje vanaf van welke prijs je betaald hebt. Je kan de Artist sowieso... De Artist 15.6, denk ik, staat hier ook. Die is nu ook te koop voor €300 in plaats van 440. Dus dat is amper €10 meer dan de nieuwe. Wat is het verschil? Ik geloof dat deze heeft een iets betere... De pen-technologie is iets nieuwer in de nieuwste. Maar daartegenover staat dat de Artist 15.6 R Pro, of 15.6 Pro, heeft die draairing. Ja, dus... Het ene is het ene en het andere is het andere. Het zijn alle twee voor de prijs geweldig goede tablets. Dat moet ik alvast toegeven. Ja? Dus het hangt er een beetje vanaf van, wil je een draaiknop en dan de niet allerlaatste technologie die nog altijd heel goed is? Of zeg je, oké,
voor mij draaiknop niet zo belangrijk. Ik ben al blij dat ik die 10 sneltoetsen heb. Ja? En dan kan je misschien beter de gewone allerlaatste kopen. Oké. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Proficiat aan Lette om het webinar te winnen. Voor de anderen, ja, je weet het, dus voor 300 euro heb je met deze hier, dus de Artist 16 Second Generation, of de Artist 15.6 Pro. Dat is het vorige model, maar met de draaiknop. Heb je sowieso een hele goede tablet. Zeg je van, ik heb wat meer plaats op mijn bureau, dan is de 22 inch, de 22 R Pro, nu een ongelooflijk. Ik heb hem nog nooit zo goedkoop geweten. Het laatste wat ik hem geweten heb, was iets over de 500 euro, dus nu 480 euro. Vergeet ook niet, de deals zijn enkel geldig op de site van XP Pen Frankrijk, maar die leveren perfect naar België en naar Nederland. De leveringskosten zijn trouwens inbegrepen. Het enige wat je moet doen, is even de bestelprocedure in het Frans doorlopen, maar zo moeilijk is dat niet. Adres, dat is adres. En nom, dat is naam. En voor de rest is het allemaal super simpel. Je kan ook met iDeal betalen, als ik me niet vergis en zo. Dus wat dat betreft, geen probleem. Goed, ik hou het voor bekeken. Bedankt iedereen. En vergeet ook niet dat als je er een zou kopen en je stuurt mij je aankoopbewijs door naar info@moreandwords.be, dan krijg je van mij ook de opname van dit webinar om eventueel nog eens te herbekijken. Tot de volgende!